Jelte is an experienced player. He played a lot of time ago in the national team and then was out for a lot of reason, but not for my reason. Ik heb natuurlijk voor die periode heb ik, 10 jaar wel Nederlands team gedaan. En dan val je daaruit weg. Dat was toen de tijd met een enkel blessure. En dat was een heel naar moment, want dat was een week voor het EK. En dan, dus dat was heel vervelend. Maar daarna moet ik ook heel eerlijk zeggen dat op één zomer na, waarin ik geopereerd werd, die andere twee zomers werden mijn kinderen geboren. En dan ben je ook wel ergens anders mee bezig. We need Elte because he's able to play against the strongest team without problem. He's not afraid absolutely. He's a fighter. We need a fighter in the team. We are a fighter team, but we need more fighter again. Ja, ik vind een aanjager is een mooie term. Maar als je slecht speelt, heb je daar niks aan. Je kan wel zeggen van Jelte, jij gaat op het veld aan de boel aanjagen. Maar als ik 0 op 20 score en 5 ballen de tribune injaag pasend, dan heb je niks te zoeken op het veld. Dus het begint allereerst met goed spelen. En kijk, ben ik iemand met een bepaalde mate van energie? Absoluut. Denk ik dat dit team dat kan gebruiken? Denk ik ook. Maar het begint vanuit de rol van speler en goed spelen. Experience is the first thing. Experience. The second thing is that he's also an amazing defender. Then in extra is this one. The third one is, one more time, big fighter. It means that he can take also sometimes all the team and he can put the team in front of the other one. Yeah, and that's what you need in the team. Yeah, I need in the team from Nemir, from Thijs, but also from Jelte. Doe daar niet aan mee om zesde te worden. Dat is het voordeel eraan. Als je een doelstelling wil zetten voor een EK of een WK, maak je een doelstelling top 8, top 5, podium. Ik weet het. Dat is nu heel makkelijk. Eerste worden. Ja, eerste worden. En daarvoor gaan wij naar Berlijn. Neem ik aan.